Het Nederlandse, wat is voordelen, is het open land. Daar kan je gewoon alle nationaliteiten, alles kan jij vinden in Nederlands. Niet alleen maar van groenten en fruit, ook van nationaliteiten, verschillende mensen en ook restaurants. Dat is eigenlijk wat ik leuk vind in Nederland. Iedere stad heeft verschillende restaurants en verschillende smaak, zeg maar. Ik ben Ahmad, kom uit Egypte. Ik heb universiteit afgestudeerd en zoals alle jongens die willen graag zo snel mogelijk eigen toekomst opbouwen. Het was eigenlijk een paar vrienden eerder die in Nederland geweest en die vertellen over Nederland, over aardig mensen, lieve mensen. Daarom heb ik beslist dat ik naar Nederland zou hier komen. Het was belangrijk dat ik eerst gewoon werk vind. En de eerste periode was heel moeilijk. De reactie ook van die mensen. Sommige mensen die zeggen ja, work yourself. En sommige mensen die zeggen ja, wij hebben niet werken hier. Wij zijn eigenlijk Egyptenaren, wij houden van onze landen. Eigenlijk van onze landen. Egypte is, heeft zeg maar, iets speciaals, uniek of aantrekken. Dat jij gewoon wil graag daar wonen, daar leven. Ik heb ook gezegd dat het sociale, meer sociale leven, meer spelen meer op de straat, op die familie. Jij voelt dat is, of waar jij woont in Egypte, mag niet zout, in de dorp, in de stad, in, noem maar op. Dat jij voelt gewoon dat jij niet alleen bent. Zo mensen die helpen elkaar, vragen op elkaar, altijd samen, de hele familie of de hele straat of de hele dorp. Dat jij voelt gewoon altijd dat jij zit in de hele grote familie. Het begin wel, ja, zeker. Dat is normaal. Jij mist toch je familie en vrienden en collega's. Maar toch verder dan jouw land en verder van waar jij gewoont dagelijks, dan jij voelt dat is een beetje moeilijk, het beginnen. Maar nu gewoon dagelijks praten, dagelijks dat. En heb jij nog een nieuw contact hier en met klanten, met vrienden, met landgenoten. Gewoon nou een beetje toch zeker dat het, die gevoel gaat iets minder. Mijn droom dat ik zie mijn kinderen, die hebben iedereen eigen werken en eigen thuis en trouwen. Ik wil graag ook de kleine kinderen van mij zien en dat is leuk. Gewoon droom als iedereen. Hè. Gewoon terug naar mijn eigen land en leven tussen mijn familie. Dat is mijn droom eigenlijk. Ja, maar dat ga ik gewoon missen, alles ja, hier in Nederland. Ja, zeker, zeker. Ja, ben ik hier meer dan 27, 25 jaar gewoond en met klanten, met buren, met vrienden, met alles. Ja, blijven toch Nederlands en heeft een heel groot gedeelte in hart en in de kop ook.